Ja, zonder leesbril. Nou, weet je wat? Ik wou toch even zeggen, ik hoorde de mensen hiervoor aan tafel. Los van dat het electoraal van de VVD natuurlijk een rampscenario was, dit wat vanavond gebeurt. Ik wil toch wel even zeggen, een voordeel van dat opgesteld opgestapt is. Dat is wat ik al gisteravond in de theatervoorstelling in Apeldoorn voorspel dat zou gebeuren vandaag. Waar of niet er anders bij? Heb ik gezegd gisteravond. Los daarvan is het wel zo, we hadden over de affaire De Hakkelaar. Mag ik toch even misschien aan tafel de naam van Demmink noemen? Ja. Een affaire die al jaren doorrot. Die betrekking heeft op het feit dat er binnen het ministerie van Justitie mensen werkzaam zijn geweest of nog zijn die zich hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken. Die worden daarvan beschuldigd? Ja, precies. Ja. En je weet zelf ook dat er heel veel al boven water is gekomen waar onder leiding van minister Opstelte eigenlijk met een weggekeken is voortdurend. En het zou misschien heel mooi zijn voor de opvolger van Opstelte als hij dus misschien zich wat meer ook daarin zou verdiepen in die Demmink-affaire. Vind je niet? Ja, ik moet je zeggen dat ik daar iets genuanceerder over denk dan jij. Nog genuanceerder? Nou ja, in de zin dat ik heel erg veel mensen van alles hoor zeggen zonder dat ze met een bewijs komen. Ik zou vertellen over bewijs gesproken, Jeroen. Ja? Ik heb Yvonne Kruls gisteren gesproken. Dus schrijft zich daar heel erg druk over gemaakt. Dat is op zich ook bewijs, maar... Nee, maar ik heb haar gesproken. Ja? En niet zij zelf het bewijs natuurlijk niet, maar zij wist me te vertellen dat de afgelopen maanden er door justitie schikkingen zijn gedaan met de slachtoffers van onder andere mensen die voor Demmink gewerkt hebben. En dat gaat om hele grote bedragen. Mensen die nu zo 40, 45 zijn, mannen, over het algemeen, bijna allemaal eigenlijk. Die dus als kind misbruikt zijn door mensen van justitie. Het zijn allemaal grote bedragen. Het gaat over 60, 70.000 euro per geval. Er zijn meerdere gevallen op basis van de getuigenverklaringen van de slachtoffers en van Yvonne Kruls. Ja, maar de zaak ligt nu al onder de rechter, dus daar moeten we ons even niet mee bemoeien. Nee, maar het is wel iets van, weet je, wat wel nou eens een keer in het volk niet mag komen, al die jaren van etteren en doorrotten. Het Openbaar Ministerie is bezig de zaak te onderzoeken. Het Hof in Den Bosch, geloof ik, heeft de vervolging of een onderzoek bevolen. Dus die zaak loopt en is op dit moment... Is er een betrokkenheid voor u bij deze zaak eigenlijk? Nee, maar ik wil eigenlijk ook wel even mijn juridische stem laten horen. Ja, Geert. Ja. Nou, zeer welkom, Geert. Okay. Bart, jij hebt in ieder geval nu nog even ons hierop attent gemaakt. Omdat het iets is wat jou kennelijk raakt. Omdat je denkt, daar is een kwestie aan de gang. En daar wordt veel van... Nou, er zit heel veel stond in de doofpot. Precies, daar zit veel in de doofpot. Net als dat digitale bonnetje opeens wel boven water komt. Okay. Het gaat er vast nog een keer over. Ik probeer me er niet nu van af te maken, maar eigenlijk wel trouwens, want we zijn aan het einde van ons gesprek. Maar bovenal, we zullen toch eerst wat meer informatie moeten hebben hierover. Willen we daar enige substantie aan kunnen geven? Top. Zeg nog even wanneer jullie te zien zijn, mannen, en hoe het heet. Woensdag, diligentie.